Phil. Heb je even? Is het dringend? Nou, ik wil je wat vragen over Charlie. De avond van de moord op Rutger, toen zat je hier toch met Charlie aan de bar? Hoe laat was dat? Laat. Uurtje of 12, misschien later. Hoezo? En de bar was al gesloten? Volgens mij niet, nee. Nee, er zaten nog mensen en Charlie zat zich flink vol te gieten. Ja. Omdat ze ruzie had met Rick. Ja, toen ze hoorden dat Rutger... dat hij iedereen had getild, toen was het dan niet meer aan te slepen. En dat hoorden ze van jou? En toen is ze weggegaan? Ja, ik ging eerder weg dan zij. Ja, Charlie die zegt dat ze van hier naar Rutgers huis is gegaan, dan kan ze zich dat niet meer herinneren. Verbaast me niks. Want? Nou ja, als ze daar al is geweest, ze kan hem nooit vermoord hebben. Dat kon ze helemaal niet. Ja, zo'n beer van een vent en dan Charlie stond dronken, zie je het voor je? Hoe is het met Rick? Ik snap het niet, waarom houden jullie hem vast? Dat hij schuld bekend heeft, slaat het nergens op. Had jij nog meer vragen? Of? De rest van de avond was je gewoon met je moeder, toch? Tenminste, op je eigen kamer, neem ik aan. Ja. Check. Ja, het is goed zo. Ga maar, ze wachten op je. Jij denkt toch niet dat hij er echt iets mee te maken heeft? Je vader? Nou, ik ga zo met hem praten. Ik doe mijn best, oké? Ik hou je op de hoogte. En Charlie? Ik hou je op de hoogte. Ik ging vanuit dat zij toch niet geloofde, maar blijkbaar is ze zo stom geweest dat ik moest ingrijpen. Door zelf een valse verklaring af te leggen? Dat is het niet. Straks draai jij voor jaren de bak in, omdat je zo nodig voor haar moet liegen. Je had Ricky moeten zien... Ja, dat weet ik! Ik kan Charlie er niet voor laten opdraaien. En andersom wel. Ik snap best dat je haar wil beschermen en dat je daarvoor moet liegen, maar dit is zo verschrikkelijk stom van je, man. Jij wil Charlie beschermen, je wil haar uit de shit halen en nu zit je zelf tot over je oren in de shit. Denk aan Ricky, die heeft je veel harder nodig dan Charlie. Mij kunnen ze hier niet lang vast. Oh, en haar wel? Charlie is onschuldig. Ja, dat hoop jij. Charlie heeft het niet gedaan.